Gisteren was het de landelijke dag van de fietshelm. In het kader van veilig fietsen was er in Millingen aan de Rijn een speciale e-bike dag. Hier leerden mensen hoe ze veilig gebruik kunnen maken van hun elektrische fiets door middel van instructies en een uitgelegd parcours. Verschillende organisaties hebben zich op deze dag verenigd om mensen verkeerswijsheid bij te brengen. Ja, dit is het onderdeel van de fietsschool waar wij als fietsdocent lesgeven in het bepaalde manier van slalomparcoursje, bocht nemen, waarbij wij instructies geven van hoe mensen het beste hun fiets, eigenlijk een soort fietsbeheersing, bepaalde zaken zoals bij het wegrijden, dat is het begin, kijken, achterom kijken, op de juiste manier opstappen en wegrijden. Dan heb je in dit geval het slalomparcours, dat is een beetje kijken hoe het sturen, hè? De bochtjes worden steeds kleiner, dus een elektrische fiets is dat gewoon wat moeilijker dan op een gewone fiets, omdat je natuurlijk ook een motortje hebt. Vervolgens wordt er een linkse bocht gemaakt die eindigt in een fuik. Een fuik gaat van breed naar smal met als de bedoeling aan te leren dat men in de verte kijkt. Dit voorkomt de kans opvallen. Er wordt geadviseerd een fietshelm te dragen indien men toch ten val komt. Fietshelm dragen is echt belangrijk. En het is niet zozeer dat iemand niet kan fietsen of dat hij valgevoelig is, maar ook door de verschillende snelheden op onze fietspaden. Vroeger, als ik het even over mag hebben, hadden we de fiets en we hadden de brommers en dat was het op onze fietspaden. Maar we hebben zoveel verschillende snelheden, elektrische fietsen, fatbikes, scooters, van alles. Dus daarom is het belangrijk om ook, hè, als mensen schrikken en toch vallen, of als ze op en afstappen en vallen, dat je dan dus een fietshelm op hebt, waardoor je hersenletsel voorkomt. Nou ja, goed, de cijfers van vanmorgen, toevallig dat er een heel uitgebreid programma op televisie is geweest over het, vooral met elektrische fietsen, toch wel veel dodelijke en ernstige ongevallen. Dus ja, als je wat aan je fietstechniek doet, dan zou dat ook een deel bij kunnen dragen dat het dus gewoon wat minder slachtoffers geeft. De e-bike dag, een initiatief van KBO en Doortrappen Gelderland, was nog niet eerder in Millingen aan de Rijn georganiseerd. Doortrappen is ook vooral lekker fietsen tot je 100ste, maar ook sociaal. Dus dat je met een groepje gaat fietsen, met elkaar leuke dingen gaat doen, onderweg even een kopje koffie drinken. Nou, dat is ook doortrappen vooral.